speelt eigenlijk te veel toneel. En hij gelooft in zijn spel. Maar zo af en toe gelooft hij er zelf niet in. Bijvoorbeeld de manier waarop hij altijd zich een generaalsuniform aantrekt. Waar is het eigenlijk voor nodig? Maar het is alleen maar om indruk op mensen te maken. En de manier waarop hij spreekt, waarop hij zijn redenvoeringen houdt, dat is allemaal zo theatraal. Dat is nu eindelijk de natuur van de heer Sukarno. En in vele opzichten ontaart het in hypocrisie.